Hoi iedereen, leuk dat jullie kijken naar All These Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 3 Roaring Heights. En mijn oortjes bleven ergens hangen. We gaan in ieder geval vandaag verder met The Sims 3 Roaring Heights. Tom die gaat zijn huiswerk maken buiten, lekker in het zonnetje. Het is ook 29 graden, dus het is bloedheet. Maar op zich ook alweer lekker. Ik heb heel veel reacties gekregen van jullie van wat ik moet doen met Chloe en May. De meerderheid die zei van, maak het, of nou ja, laat ze bij elkaar, maar laat mee vreemd gaan met Frank. Dus dat gaan we gewoon doen. Er waren ook mensen die zeiden van, ja, ik wil dat mee en Chloe bij elkaar blijven. Maar weet je, misschien blijven Chloe en mee wel bij elkaar in het eind. Je weet het maar nooit. Ik weet niet wat ze nou weer gaat doen, nederigheid uiten. Nou, zo te zien kunnen ze het nog wel best goed met elkaar vinden. Dus ja, ik denk niet dat er zo heel groot probleem is. Oh, ga jij even de krant opruimen? Dan kan Chloe hier even dit plasje opdweilen. Oké, het kan nog steeds niet. Daar recycle deze dan ook gewoon even. Hupsakee. Ja, dat gaat zo niet werken. Chloe, nu staat iedereen in de weg. Nou, nu kan je het in ieder geval wel opdweilen. Zo. Die krant, nou die kunnen we nog lezen, maar wij recyclen hem gewoon. We kunnen ook gewoon eventjes eigenlijk de krantendienst annuleren. Dat is veel makkelijker, maar ik weet niet, blijkbaar doe ik graag moeite. Wat is hij aan het doen? Lekker warm. Ja, het is zeker lekker warm. En hoe gaat het daar? Oh, zij heeft het te warm. Nou, dan gaat zij even zwemmen. We gaan mee. Gaan we naar Frank sturen. Ik weet niet meer waar hij precies woont. Astara heet hij, hè? Oh, wat is dat nou weer voor bug? Ik dacht dat het hier was, in dit gebouw, maar daar staat niet zo'n dingetje van dat hij er woont. Misschien, oh ja, we hebben hem misschien verhuisd. Frank is buiten de deur bij het zwembad. Oh, is dat waar? Is that true? Dan gaan we daar eens even kijken of hij hier is. Frankie. Where are you, my friend? Ik zie hem niet. Of misschien is er nog een ander zwembad. Maar dit lijkt me toch het meest logische zwembad dat ik me kan bedenken. Of hij zit op het strand. Oh kijk, hier staat parasol. Misschien zit hij hieronder. Oké, nee. Ik dacht misschien moet het nog laden, maar nee. Nou, ik zie geen Frank hier. Dus dat vind ik een beetje jammer. Ik weet niet waar nog meer zwembad is. Oh, bij het hotel misschien. Oeh, wat gaat hij gelijk leggen? Hier kan hij wel zitten. Is dit hem? Nee, dit is hem sowieso niet. Zo ziet hij er ook helemaal niet uit. Nee, ik denk niet dat hij hier is. Ik vind het nog steeds wel echt een heel mooi resort. Dat moet ik nog even kwijt. Ook ooit het van mezelf. Ik vind het nog steeds heel mooi. Wie is dit? Oh, nee. Wie zijn dit allemaal? Ik heb deze mensen nog nooit gezien in de stad en zo. Maar oké, dat zijn ze ook niet. Nou, dan weet ik het niet waar die jongen is. We kunnen hem uitnodigen bij ons thuis natuurlijk. Maar ja, dat is misschien een beetje raar voor tegenover... tegenover, hoe heet ze? Oh, hier is nog een zwembad. Tegenover Chloe is dat een beetje raar. Als hij hier niet is, dan weet ik het niet meer. Hij moet hier zijn. Hij moet hier zijn. Ik zie wel een vrouw. Nu komen er nog meer mensen. Maar nergens is Frank te bekennen. Tja. Dan weet ik het eigenlijk ook niet meer waar die is. Ik bedoel, ik zie hem niet. Maar oké. Luisteren. Oké, ik weet niet wat ze gaat vertellen. Roddelen. Waarom gaan we roddelen? Daar hebben we nodig voor. Nou ja, weet je wat? We nodigen hem gewoon bij ons thuis uit. Ik heb er lekker schijt aan. Sorry dat ik het even zo zeg. Nee, hou op. Ik wil het niet. Sim bellen uitnodigen. Weet je, dat is Chloe ook gelijk op de hoogte. Oh, Chloe is bruin geworden. Krijg nou wat. Ze ziet er ook gelijk bruin uit. Oh, die wil ik niet uitnodigen. Frank Astara. Oh, daar staat hij. Nou, Chloe even naar de wc. Oh, Tom die is een band met de hond aan het opbouwen. Bidadidada. Oh, ik ben niet in de stemming om langs te komen. Nou, dan kom je lekker toch niet langs. Leuke kindermuziek.
Nou, ik laat Tom even een beetje vrienden worden met Marius. Want dat zijn we nog helemaal niet natuurlijk. Chloe, wat gaat zij eens even vandaag doen? Oh, het is alweer bijna namiddag, joh. Ja, dat noem je wel namiddag. Nee, we gaan niet bang zijn. Waarom moeten we nou weer bang zijn? Oh, maar je moet huilen. Al wat sneu. En dat allemaal omdat wij zijn vreemd gegaan. Ik vind het wel heel sneu. Maar ja, zo is het leven helaas. Nou, zo had het leven niet hoeven zijn. Maar zo is het leven wel. In dit geval. Baba. Dirabi baba. Ik weet niet, ik vind het heel grappig. Ze ziet er wel, haar huid ziet er wel een beetje eng uit nu het bruin is. Een beetje alienachtig of zo. Nee, ik vind het niet zo mooi. Maar ja, wat doe je eraan? Snelle hap eten, groene salade. Oh, Marius heeft weer geplast. Is dat even lekker? Snelle hap eten, groene salade. Gaan we allemaal aan de groene salade. Chloe begint het ziekjes te voelen. Nou, dat is niet zo leuk. Dat is niet mooi. Oh, waar is Tom? Oh, die gaat nu naar de wc. Oké. Okay. Krikjes op eten. Nee. Snelle hap eten. Ga jij soep eten? Lekker allemaal even wat anders. Lekker gevarieerd. Wat zit hij te doen? Oh, hij zit te liggen of te zitten. Oeh. Ineens gaat hij, hoe heet het? Hoesten? Nee, hoesten. Hoe noem je dat nou als een hond? Oh ja, blaffen. Zo, jezus. Goedemorgen, Bo. Ik ben net mijn bed uit. Daar niet van, maar maakt niet uit. Nou, mee, die ruimt het straks wel op, denk ik. We zijn weer afhankelijk van mee. Nou ja, we zijn er niet afhankelijk van. Frank is op het moment buiten de deur. Ja, waar dan? Ik wil bij hem op visite. Ik wil met die jongen gezellig een nachtje doorbrengen. Nou ja, dat wil mee dan. Maar eigenlijk is het echt kut muziek, maar ja. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Uitzetten. Helemaal klaar. Nou ja, op zich, ik kan wel een muziekje aan, maar wel even wat anders aanzetten. Pop. Nou, dat is veel beter. Tom, die zit nog te eten. Heeft hij zijn huiswerk al af? Oh ja, krijg nou wat. We hebben wel echt veel speelgoed in ons inventaris. Oh, mee huilt weer. Ik vind het wel een beetje sneu allemaal. Wat een tragisch ongeval. Maar ja, zo is het leven helaas. Ik zeg dat de hele tijd, maar zal het leven helemaal niet hoeven zijn. Maar... Tom die gaat eventjes gezellig kletsen met Chloe, want dat doen we ook nooit. Het is wel onze moeder, we praten er nooit echt mee. En we hebben ook niet een super goede band. Wel gewoon een goede band, maar niet echt geweldig of zo. Oh, we kunnen hem nog feliciteren met zijn verjaardag. Nu nog. Nou ja, doen we dat maar. Bedanken voor schoonmaken. Hij heeft de wc schoongemaakt. Roddelen. Tom vindt Chloe vriendelijk. Nou, daar ben ik blij mee. Gaan we even een gekke bek naar hem trekken. Dat vindt hij vast ook wel leuk. Hoop ik, anders is het een beetje awkward. Ik heb gehoord dat Lea Belsma nog onbeschoold was geweest, zeggen Christian. Oké, nou dat boeit me echt niet, maar ja. Alsnog. Ik hoor een telefoon heel hard rinkelen. Herdag vragen. Mee je telefoon gaat. Neem op. Oh, het is MD Fields. Oké, nou dat kan wel even. Wil jij hem even kletsen? Kunnen we hem niet even een knuffel geven of zo? Moeten we daar betere vrienden voor zijn, zeker? Wat stom. Kunnen we nog sterrenrollen gaan doen? Heb je gehoord dat Mae West de vaardigheid schrijven heeft? Heeft ze dat? Wist ik zelf niet eens, joh. Die heeft ze helemaal niet. Wat de hel doet hij nou weer voor onzin? We hebben helemaal niet vaardigheid schrijven. Of nou ja, Mae heeft die helemaal niet. Ik weet niet hoe die erbij komt, maar maakt ook verder niet uit. Jij gaat eventjes... Wat gaan ze nou weer doen? Roddelen. Nee, Tom gaat even opruimen. Snuffeld worden? Nee, wij gaan eventjes lekker op de computer. Doen we ook nooit. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen een hoe heet het? Dateprofiel maken. We hebben dat volgens mij al, want we kunnen al de profielen bekijken. Maar voor mij heb ik dat nog nooit aangemaakt. Maar alsnog, we hebben het al blijkbaar.
Dus even kijken wat daar, of daar misschien leuke mensen tussen zitten. Oh! Ineens staat ze weer daar. Oké, waarom? Ik ga het nog een keer proberen, kijken of het weer gebeurt. Oh, nu gaat hij er ineens zitten. Oké, ik weet niet wat er gebeurde, maar er gebeurde wat in ieder geval. Wauw, oké. Waar is de hond? Oh nee, ze gaat weer huilen. Hou op ermee. Ik word er een beetje verdrietig van dat je steeds moet huilen. Ga je maar even tv kijken. Nee, ticketje spelen? Nee, we gaan geen ticketje spelen. Is Frank nou al thuis? Is buiten er op het strand? Waarom is hij om 9:30 op het strand? Waar dan in godsnaam? Echt, ik zie hem niet hoor. Oh, misschien is hij hier. Is dit hem? Nee, dit is hem niet. Hierachter zag ik nog iemand. Nee, dat is er ook niet. Dat is een vrouw zelfs. Nou, ik weet niet waar die jongen uithangt. Ik heb echt geen flauw idee. Wat stom dat we hem niet kunnen vinden. Echt wel stom. Of is er nog een strand? Ja, hier, maar dat is niet echt een strand. Of tenminste, dat is niet zo'n kavel, zeg maar. Nou, dan weet ik nou niet meer spelen. Nee, doe eens even normaal. Iedereen is hier chagrijnig en weet ik veel wat iedereen is. Kijk of Frank nu langs wil komen. Waar staat hij? Hier, daar. Frankie. En anders hebben we gewoon pech deze aflevering. En dan moeten we het de volgende aflevering doen. Heel jammer, maar ja, zo is het wel. Ik denk niet dat ik op dit moment tijd met je wil doorbrengen. Waarom niet? Wat heeft hij ineens tegen me? Dan gaan we wel gewoon even met hem kletsen. Ik weet het ook niet meer. Misschien mag hij ons niet meer zo. Zal ik eens even kijken? Nee, hij mag ons toch gewoon prima. Wat raar, dan weet ik het ook niet meer. Wat ik wel weet... Oh, hij gaat dan zelf naar bed toe. Dat wou ik ook gaan doen. Oh my god, de tv is kapot gegaan. Repareren die handel. Ja, ga maar gillen. Dat heeft helemaal geen zin. Maar ja, toch heeft ze het toe gedaan. Na het telefoontje gaat Chloe ook naar bed. Of mee. Oh, maar ze kunnen nu niet meer bij elkaar slapen natuurlijk. Oh ja, nou dan moet één iemand die mag niet slapen. Ik weet niet wie er niet mag slapen dan. Ja, daarna wou ik ook eigenlijk dat mee. Als mee nou gewoon bij Frank ging slapen, dan hadden we dat allemaal niet. Maar ja, Frank die wil weer geen tijd met ons doorbrengen. Gekke jongen. Ik weet niet wat er met hem is. Nou, in ieder geval, mee ligt in bed. Chloe is nog de tv aan het repareren. Oeh, wat een naar geluid maakt dat. Oké, het is klaar. Mooi. Radio uit. Oh, ze moest even 3 keer niet zo hoor. Dan wordt het morgen mooi weer. Oké, maar voor mij kan ze nu echt niet meer in bed slapen. Dus, oh, dat kan wel. Oké, ik weet niet waarom. Maar normaal kan dat niet. Maar misschien omdat ze elkaar nog mogen of zo. Ik weet niet. Maar in ieder geval, jongens, dit was de aflevering voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!